Ik, ik probeer mijn kinderen te leren dat er verschillende manieren zijn om geld te verdienen. Je eigen uren in en verkoop, maar ook investeren. En dat ze alle drie heel goed naast elkaar kunnen lopen. En ja, en stel dat dat een keer zou gebeuren, dat de hele huizenmarkt finaal uh, naar, naar niks zou gaan. Ja, ik, ik ben ook met niks begonnen. En kijk wat de <laughs> kennis ik dan heb opgedaan. Ja, ik bied die zekerheid. Ik vind het prima dat ze nog een half jaar daar willen wonen. Maken we er gewoon afspraken over. Ik kan ook binnen een maand afnemen als het moet. Dus die flexibiliteit en die zekerheid kan ik dan bieden. En daar haal ik uit dat je gewoon heel erg intuïtief moet proberen te zijn. En dat vind ik ook wel heel spannend, maar dat, dat probeer ik wel heel erg. Je intuïtie te volgen, dat kleine stemmetje in jezelf. Om dat te horen, daarna ook naar te luisteren. Heb ik best wel vaak gedaan de laatste twee jaar en is me erg, uh, heeft me veel geholpen. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Mm, helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakkenkennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ja, welkom. Daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En vandaag gaan we het over nou, een heel interessant onderwerp hebben... wat mij heel erg uh, nauw aan het hart ligt, namelijk vastgoed beleggen. Maar niet alleen dat, ook uh, iets anders, namelijk uh, financieel onderwijs voor kinderen. Dat doe ik met mijn gast van vandaag uiteraard. En op uh, haar 29e kreeg zij een gigantische... Wake-up call, ze noemde het uh, zelfs zojuist tegen mij een kras op haar ziel. Nou, wat dat precies is en wat de impact daarvan geweest is op haar leven, dat ga ik haar uiteraard uh, vragen. Ze is sinds twee jaar tijd een vastgoedbelegger en heeft daarmee nu al meer verdiend: een dubbele van wat ze ooit verdiende als uh, schooldirecteur. Bovenal is ze moeder, ze heeft uh, in de paardensport uh, gezeten, is vijf jaar zelfstandig. Nou, Een heleboel dingen om te vragen en om het over te hebben, en dat ga ik vandaag doen met Jennifer Barels. Welkom, dankjewel. Ja, de eerste podcast voor jou, super leuk dat je ja hebt uh, gezegd. Echt uh, pas een, uh, nou ja, een paar dagen geleden. Uh, het is nu donderdag voor de luisteraar. We hebben elkaar afgelopen zaterdag op het uh, vrijheid vastgoed evenement, de barbecue en de borrel, uh, gesproken en uh, gezien. En uh, het thema van de avond was de, de verborgen schat. Dat had te maken met de locatie waar we waren, het, uh, het schatteiland. Ja, en jij was toch wel mijn uh, verborgen schat van die avond, durf ik te zeggen. Ik voel me vereerd. Uh, ja, nee, want uh, jij kwam uh, naar me toe. Je was er als uh, introducer met iemand uh, meegekomen. Meestal zijn onze evenementen besloten, maar die avond niet. En uh, jij kwam naar me toe en gaf sowieso aan dat je vaak deze podcast met veel plezier luistert. Maar je had ook een heel mooi uh, boek uh, voor me meegebracht. Jouw kind, een financieel vrije toekomst. Ja, toen duurde het niet lang bij mij dat dus ik zei: van joh, wil je daar meer over vertellen in, uh, in de podcast? Want ik vind dat uh, financieel onderwijs sowieso belangrijk, maar zeker voor, uh, voor kinderen. Dus uh, ja, dank je wel dat je die uitnodiging hebt, uh, hebt aangenomen. Graag gedaan. Ja, ja leuk. Hey, wat. Um... Hoe heeft jou, als we het hebben over, over kinderen en over, over jeugd... hoe heeft dat op financieel gebied bij jou thuis? Hoe is dat uh, gegaan? Ik heb het altijd heel goed gehad, kan ik wel zeggen. Er kon veel, we mochten veel. Ja. Er werd niet zo over gepraat. Dat niet. Um, ja, wij hadden eigenlijk alles wat ons hartje begeerde... inclusief ponies en dergelijke. Ja. Dus echt wel uh, ja, gaaf, geweldig. Het was niet zo dat wij wisten... Uh, waar, waar die ponies rekenen. vandaan kwamen. Nou, inderdaad. Ja, mijn ouders hebben een schildersbedrijf altijd gehad. En um, een het service, een winkel. Mijn vader is vorig jaar overleden. Maar dat hebben ze altijd samen gedaan. En wat ik van hun wel heb meegekregen. Heel onbewust, want er is nooit over gepraat. Maar is heel hard werken. Dat heb ik echt gezien. Dat dat heel veel brengt. Werk doen wat je ligt. Wat je leuk vindt. Uh, tegenslagen maar... hebben ze ook meegemaakt. Ook financieel. Dan toch door en daar weer van leren. Ja. ja. Dus er zijn een hoop uh, positieve dingen, denk ik, als ik dat zo hoor, die je daarvan hebt geleerd, die je hebt meegekregen. Ja. En een paar dingen waarvan je misschien gedacht hebt: van Nou, dat kan misschien ook anders. Of dat. Nou, het was niet zo dat wij het gesprek hadden over geld. Of waar komt geld vandaan? Wat, welke manieren kun je geld verdienen? Um, nee, en het stuk tijd verkopen voor geld, dus hard werken. Klopt. Ja. Ja, daar ja. komen we zo op. Maar ja. je hebt wel gezien de laatste twee jaar dat dat ook uh, anders kan. Anders kan. Ja. Ook daar heb je veel tijd en energie in gestoken, natuurlijk. Maar Zeker. Ja. ja, dat heb ik ook in het, uh, in het boekje geschreven. Ik, ik probeer mijn kinderen te leren dat er verschillende manieren zijn om geld te verdienen. Je eigen uren uh, in en verkoop. Maar ook investeren. En dat ze alle drie heel goed naast elkaar kunnen lopen. En ook alle drie heel leuk zijn, als je dat maar zo weet uh, te doen op de manier die jij bij jou past en waar jouw kwaliteiten bij uh, tot uiting komen. Ja. Dat is helemaal niet makkelijk. Is een zoektocht. Blijft een zoektocht. Maar een hele leuke zoektocht. Dus jij hebt er nu op uh, hun leeftijd. Wat? Hoe oud zijn je kinderen? Elf en twaalf. Elf Ik heb en Tijn twaalf. van 11 en Carolise van 12. Die heb jij nu al uh, geleerd. Van nou ja, goed. Er zijn uh, drie manieren om geld uh, te uh, verdienen. Als eerste zei je uh, uh, het verkopen van je tijd. Ja. Ja, dus een salaris, een, een loondienst of zo. Ja, denk aan heitje voor kwijtje. auto's wassen enzovoort. Pannenkoekenbakken, ja. Uh, Pannenkoekenbakken, ja. Pannenkoeken ja? Krijgen ze ja, daarvoor doe mijn betaald? Dochter, ja, dat En dan heeft ze een flyer en die, die, oh, ze ze bakt, en dan in, ze bakt het. En ze verkoopt het en dat is een heel... En dan kom je ja. eigenlijk bij punt twee, wat je noemde inkoop, in een verkoop. verkoop, in een verkoop. Ja. Uh, dus je koopt iets in voor 1 uh, euro en je verkoopt ja. het voor 2. Ja. En uh, de derde, investeren. Ja, ik denk niet dat ik dat... Ik, ik, het is niet zo dat ik dat met ze opzom aan de keukentafel of zo. Maar het zijn dingen die we doen samen. Ja. En nou, dat is misschien eigenlijk veel beter. Dat dan denk ik. In plaats van daar theorie over te geven. Ja, dat daar geloof ik niet zo in. Dat je het gewoon doet. Ja, ja. Zeker met kinderen. Ja, nee, jij zei dat al even van, voordat we de, de opname begonnen hebben. Van... Uh, ja, ik zie heel veel mensen die heel veel theorie tot zich nemen. Boeken lezen, cursussen volgen, filmpjes kijken, maar er vervolgens niks... Mee doen en dat jij dat niet, dat, je dat niet begrijpt, toch? Ja, nou, tijdens die netwerkborrels of, of evenementen. heel vaak denken mensen: van ik heb eerst geld nodig. Ik moet een flink bedrag op de bank hebben staan. Um, en ik heb heel veel kennis nodig. Ik moet uh, trainingen volgen. Uh, vind ik ook hartstikke goed, Dani van. Maar het punt over tot actie stagneert dan. want ze hebben niet dat pand gevonden. Want dat kost ook heel veel tijd en energie. En dan denk ik: ik ga daar eerst je tijd en energie in steken. En dan uh, per pand onderzoeken: is dit interessant? Uh, waarom wel, waarom niet? En dat, ja, dan kom je een pand tegen dat inderdaad interessant is. Doorpakken. En dan komt de kennis en uh, het geld. Het is wat makkelijk gezegd nu. Ja. Maar ik denk dat de focus veel meer moet gaan naar het vinden van panden. In het, in het geval van vastgoed. Dan uh, in het eerst verzamelen van geld. Ja. Nee, de, de, het is goed, denk ik om al een stukje uh, context te hebben, een stukje basiskennis. Uh, dat als je zo'n, voordat je een pand gaat zoeken, dat je wel weet wat voor pand je moet zoeken. Ja, waar, je je om, waar je op moet letten, waarbij ja. je past. Alleen uh, ja, je moet daar niet te lang in, in blijven hangen, inderdaad. Hè? Want ik zeg altijd dat, ja, je bent nooit uitgeleerd. Je kan uh, afstuderen in uh, vastgoed de boeken ja. overschrijven. Uh, maar dat gaat je inderdaad niet die drempel uh, ja, hebben. ben je nog niet opleven. onderweg? Nee. nee. En de Pant. grootste lessen die ga je uiteindelijk leren door het te doen in de, in de praktijk. Ja, ik denk dat je soms nog beter je eerste pand dan maar niet dat dat de topdeal was. Maar dan ben je in ieder geval wel onderweg. Nee, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg: gro grote kans dat uh, je eerste uh, beleggingsobject dat dat niet je allerbeste zal uh, zijn. Uh, en dat is ook logisch. Want uh, nou ja, als het goed is, gro groeien met elk, ja. uh, elk pand en leren we nieuwe dingen. Ja, eens. Dus, uh, de meest spannende, denk ik. Ja, op een gegeven moment moet je daar je moet er doorheen een keer ja zeggen. Nou, ik denk dat dat antwoord is ook op jouw vragen. Van, van ja, hoe zit het dan of waarom doen mensen dat? Uh, ja, het is natuurlijk veel veiliger om een boek te lezen of een YouTube-filmpje te kijken of een cursus te volgen uh, dan daadwerkelijk ja. met een stapel flyers uh, erop uit te trekken of, of, of een, een deal ja. of een makelaar te gaan bellen. Ik zie me nog lopen met die flyers, ook samen met mijn kinderen. Ja. Want de eerste keer zo ongemakkelijk. Dat geloof ik hier. Maar wat heeft het gelo geloond? Wat zijn we beloond? Ja, wat heeft het jou opgeleverd? Ja, veel panden. Ja. ja, heel veel mooie deals. Soms voor mezelf was het op dat moment dat lukte, en anders voor een ander. En dan was er een interessante commissie, waardoor ik ook na een paar keer weer het volgende pand aan kon kopen. Ja. Ik had altijd mijn kinderen mee en als ze dan een, uh, iets voortkwam uit ons flyeren, dan uh, hebben zij ook flink gevoeld. Dus Niet... je ging uh, samen met hun uh, flyeren? Ja. Um, wat, wat, was dat gewoon om hun dat te leren? Of betaalde je hun ja, daarvoor? Was of was Nee, dat ik heb hun te... niet betaald pas als er een deal uitkwam. Ja. Maar dan heb ik ook flink betaald. Ik heb hebben ze 150 euro gegeven per deal die er uit dat flyer kwam. Dus je betaalde naar uh, resultaat? Ja. En, en, en ook daarmee dat aan hun dan... Uh, zeg maar het mee... was ook heel leuk. Het was ook heel gezellig. Hoe vonden zij dat dan? Want ik ken weinig ouders die tegen hun kinderen zeggen van... jongens, uh, we gaan, het is weekend, we gaan lekker even flyeren op zoek naar uh, vastgoeddeals. Ja, weet ik niet. We gingen ook altijd wel dan even gezellig een ijsje eten. We hadden de leukste muziek op. Ja, je moet er ook een feestje van maken. Ja, dat was al, ik denk, ik, uh, mijn gevoel zegt dat ze niet laten terugkijken van... gat, moesten we toen? Dat, dat denk ik haast niet. En de reden dat ik ze zo flink beloonde is... Dat, dat vind ik soms heel moeilijk te verwoorden. Maar ik zie nu heel veel mensen die geven dan hun kind een paar euro zakgeld. Maar ik wil graag dat hun norm niet een paar euro is. En ik wil graag dat ze niet denken dat 15 euro veel geld is. Want dat is het niet. Tegenwoordig kun je, wat kun je twee blokken kaas kopen van, van 15 euro. Ja. Dus daarom gaf ik ze 150 euro. Dan kun je tenminste wat. Dan kun je tenminste dromen en, en creatief zijn. En, ja. In de hoop dat zij gaan nadenken over uh, hoe ze van die 150 euro 1500 euro kunnen maken? Ja, ja zij, zij investeren ook mee. Op een gegeven moment gingen ze dat vragen. Zijn we gaan nadenken van hoe zouden we dat kunnen doen? En we hadden vanaf hun geboorte 50 euro per maand uh, automatisch gespaard. Nog niet wetende hoe of wat. We dachten nou, staat er een klein potje per kind? En op een gegeven moment, ik denk dat ze acht en negen waren... En toen gingen ze vragen van, maar kunnen wij dat ook? Kunnen we ook een appartement kopen? Dus uh, nou, ik moet wel er heel erg lachen om die vraag. En tegelijkertijd wil ik ze ook graag serieus nemen. Ik zei, nou, daar gaan we over nadenken. Dus toen hebben zij, dus, hadden ze allebei iets van 6000 euro. Dat hebben ze in een appartement gestoken. Hebben we ze 10% um, rente gegeven. Uh, dus dat was hun maandelijkse cashflow. Daar starten we mee. Ja, toen hebben we een jaar later hebben we dat pand, uh, toevallig was dat dat pand, hebben we verkocht. En daar hebben we een kwart, uh, 25% winst op gemaakt. Toen hebben wij de kinderen ook 25% winst gegeven op hun geïnvesteerde op hun vermogen. Ja. En zeiden we: Nou, wil je dat weer of, of wil je iets anders? Hè? Ben je misschien nieuwsgierig naar iets van aandelen, crypto, goud, zilver? Nee, maar nee. vastgoed. Ja, ben bang dat ik daar een beetje mee besmet heb. En toen ging het weer voor vastgoed. Dus dan nou hebben ze weer uh, geïnvesteerd. En mijn dochter heeft dondersgoed in de gaten. Die uh, verdient nou 97 euro in de maand aan cashflow. En die weet heel goed dat als ze dat niet opmaakt, dat ze dat weer kan investeren. En dat ze daarmee compound interest toepast. Waardoor het uh, behoorlijk groeit. Ja, dus, dus uh, voor, de, voor degene die nog wat minder uh, die net in het wereldje duiken. En het uh, begrip compound interest nog niet kennen. Uh, samengestelde uh, rente, dus het rente-op-rente-effect. Uh, er zijn discussies over of Einstein inderdaad gezegd heeft dat dat het achterwereldwonder achte is of niet. Sommigen zeggen dat, het niet, <laughs> dat hij dat nooit gezegd heeft. Maar in ieder geval is het een, uh, ja, ja. mega mooi als je dat ja. doorhebt en als je dat op, op jonge leeftijd al inziet en toepast ook. Ja, en mijn, mijn zoon die, die is, is zich wat minder bewust van dat rente-op-rente-effect. Maar die steekt het al in, in dingen voor zijn vlog en voor zijn YouTube-kanaal. Irentijn, voor wie het. Uh, ik promote hem gelijk. Zeker, even. hartstikke goed. Ja, en hij wil graag vlogger uh, worden. zijn moeder moet je uh, dat uh, natuurlijk. Uh, dus dan ja. één keer wat is de Iron dus i R-O-N en dan Tijn. T H I J N. Irontine. En daar is hij dan. Hij is, hij is zo creatief bezig. Hij is aan het editen. Hij zet de muziekjes onder, en grapjes zitten erin. Ik ben heel trots op. Ja, snap ik. Ja. Ja. Maar hoe mooi is dat dat je dat uh, nou, als moeder met je kinderen of als. Uh, ja, gezin kan, uh, kan doen. Ik denk niet dat zij op dit moment is dat voor hen natuurlijk normaal, maar ik denk dat zij nou ja, misschien wel als we bij hun vriendjes of zo kijken of daarnaar vragen, dat ze erachter komen dat het niet normaal is, En anders nee. dan beseffen ze zich dat in de toekomst ja. uh, wel. Ze vroegen op een gegeven moment ook van waarom krijgen wij geen zakgeld? Ja. En dat vind ik dus een heel interessant fenomeen, ja. zakgeld. Want ik vind dat een afhankelijk iets. Ik zie ook heus wel voordelen en ik snap ouders wel. Maar ik denk, waarom zou je dat doen? Hè? Volgens, ik heb de definitie opgezocht en dat is eigenlijk eh, geld voor niet-daadkrachtigen. En daarmee vind ik dat we ze onderschatten. Ik heb me vroeger best wel onderschat gevoeld. Ik wil nu niet zielig overkomen. Maar ik denk dat ze kinderen veel meer aankunnen en veel meer begrijpen dan dat wij beseffen. Zeker, ja. Ja, dus, dus hè, ja, dan denk ik, waarom zou ik... Met zakgeld impliceer je misschien ook onbewust dat geld verdienen niet leuk zou zijn. Hè? Of dat het moeilijk zou zijn. Maar het is juist wel leuk en het is juist gemakkelijk. Als je maar doet waar jouw kwaliteit ligt. Nou, ik, ik zit daar de laatste tijd natuurlijk ook meer over te denken. Kijk, mijn kinderen zijn 2,5. Ze zijn nog niet op een leeftijd dat uh, zakgeld... Uh, ja, ze zeggen wel dat als uh, papa gaat werken, dan ga ik ijsjes verdienen. Nou, dat vind ik ook een hele leuke. Dus uh, kom ja. ik thuis en dan zeg ik, nou, ik heb weer veel ijsjes verdiend vandaag. Maar... Ja, eigenlijk als je zakgeld uh, zomaar geeft, dan maak je iemand uh, nou ja, afhankelijk van jou. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan sommige mensen die misschien um, nou ja, steun, overheid of wat dan ook. Uh, dus dat vind ik niet helemaal uh, oké. Okay. En uh, als je er een, een, een uh, actie tegenover stelt, dat, uh, de, dan ben je eigenlijk ga je al in. Dan heb je een beetje dat loondienst. Het, het verkopen van je tijd voor, uh, ja. voor geld. Dus um, ja, ik, ik denk dat. Ja, gewoon tegen hun kan zeggen van nou, ik heb iets veel beters dan zakgeld uh, voor nou, wij jullie. Wij werken nu op deze manier met investeren in vastgoed. En mijn dochter verdient geld met haar sport. Dat is een uh, ponyruiter en die wint hele leuke bedragen op wedstrijden. En mijn zoon wil dat graag met vloggen gaan uh, bereiken. En denk ik, ja, dus, graag. Dus ze, hebben, ze zijn al en al uh, vastgoedinvesteerders, vastgoedbeleggers mm -hmm. ja. op die leeftijd. En uh, kennen het begrip cashflow uh, al. Ja, dat klopt, ja. En ze zijn aan het ondernemen. Of, of nou ja, kijken naar mogelijkheden om ja, zelf een soort van. Ja. Uh, zoon verkoopt ook altijd een compliment voor 50 cent op een braderie of een markt. En dan loopt hij met dat bord en dan heeft hij zo'n schattig gezicht. En hij geeft ook de mooiste complimenten. Niet alleen over uiterlijk, maar ook of iemand heel mooi lacht. Of. Dat, dan denk ik, wauw. Nou, daar hebben mensen graag 50 cent voor. Ja, over. snap ik. Misschien ja, is is wel 5 euro. Maar dat, Zo maakt hij, creëert hij dus geld met niets in feite. Ja, ja die hoeft alleen het idee te hebben, bordje ja. te maken. Ja. En, en is dat ook een, uh, ja, Wat is een les die wij als volwassenen daar misschien uit uh, kunnen halen? Maken wij het niet gewoon onnodig uh, moeilijk? Ja. ja, en ik denk dat we heel erg uh, onszelf laten uh, uh, meezuigen in de waan van de dag. En deels ontkomen we daar ook niet aan. Maar, maar ja, ik denk dat het een blijvende uitdaging moet zijn om daaruit te ontstijgen. Doe ik nog wel de dingen... Maak ik wel de keuzes die echt bij mij passen, waar ik echt geluk van, gelukkig van word? Ja. Ja, we hadden het inderdaad al even hoorden, dat de woorden druk en burn-out, dat dat eigenlijk twee woorden zijn, ik, ik zou ze liever nooit meer horen. Ja. Nee, want iedereen heeft tegenwoordig over, uh, nou ja, dat lijkt mij echt, ik, uh, ik zei laatst ook tegen uh, iemand van, joh, het is uh, bijna bijzonder als je geen burn-out hebt of, ja. of uh, het is echt ongelooflijk. Ik gun het mensen zo dat dat, dat, dat <laughs> energie oplevert wat ze aan het doen zijn. Niet alles, want dat kan niet. Dat geldt voor mij ook. Ik hou er helemaal niet van om met financieringsaanvragen bezig te zijn. Of ik, denk, ik moet soms wel eens beleidstukken schrijven voor scholen. Nou, dat is niet mijn favoriet. Hoort erbij. Maar het moet wel echt wel minimaal in balans zijn. Ja, want, uh, ja apart. Ja. Hey, en, um, even terug naar het uh, vastgoed. Want dat is iets dus van, de, van de laatste twee, uh, twee jaar. Hoe ben je daar uh, bij, uh, bij terecht ja. uh, gekomen? Überhaupt? Waar komt het vandaan? Ik merk dat ik gelijk uh, denk. Uh, ja, nee, ik uh, yes, zie je. Je gaat het meteen even er goed, uh, goed verzetten. Ja, ik word daar heel gelukkig van. Ik, ik, was, ik ben vijf jaar geleden gestopt met mijn baan als uh, directeur van een, een school in voortgezet onderwijs. Ja. Um, ik voelde me daar een beetje. Nou, ik voelde me niet vrij genoeg om, om te ondernemen. En toen dacht ik: wat ga ik dan doen? Toen heb ik een aantal mensen in mijn omgeving gevraagd van. Uh, Waar vinden jullie dat ik goed in ben? Hè? Waar zou je me voor inhuren? Nou, daar kwamen dingen uit van, nou, je, je, je kunt goed netwerken, je bent daadkrachtig. En toen dacht ik, hoe ga ik die kwaliteit, en creatief noemden ze, hoe ga ik dat nou omzetten naar een bedrijf? Want ik wil nu voor mezelf gaan werken. Ja. En, en, en waar zit mijn pijn? Nou, die zat heel erg in het beroepsonderwijs, dat ik vind dat er veel te veel tussen vier witte muren plaatsvindt. Ik vind dat de jonge luid zijn allemaal doeners, niveau 2, 3, 4. Ze willen gewoon graag aan de slag. En dat is ook wat dit land nodig heeft. Dus uh, toen ben ik voor scholen gaan werken. Maar op dat moment uh, was ik ook aan het kijken van als ik mezelf verzeker voor arbeidsongeschiktheid, wat gaat dat dan kosten? Nou, daar schrok ik heel Veel, erg van. Ja. Ik heb dat ook niet gedaan. Ja, is dat verstandig? Ja, ik heb het heel bewust niet gedaan. Ik ben wel met een broodfonds in een broodfonds gestapt, wat ik een geweldig initiatief vind. Ja. Maar goed, het is voor twee jaar geweldig. En daarna uh, loopt dat niet meer. Dus, en ik had geen arbeidsongeschiktheidverzekering. En ik bouwde vanaf dat moment geen pensioen meer op. En toen heb ik in mijn jaardoelen, die, die schrijf ik altijd in december, die, toen heb ik in 2019 voor het eerst opgeschreven, in 2020 ga ik passief geld verdienen. Ja. En, en als je dan zo'n zaadje plant, zo werkt het tenminste bij mij, hè, dan ga je in de loop van de tijd, ja, ben je daar meer op gespitst, van hoe, op de manieren waarop dat dan kan? Valt je dat meer op? Um, nou, en toen ging, kwam ik dingen tegen. Maar, maar Jennifer, even een stap terug. Hoe was je bij dat passief geld verdienen gekomen? Ja, heb je daar iets over gelezen of over gehoord? Of? Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer zo goed. Want ik denk niet dat er heel veel mensen zijn in Nederland... die denken in december van... Ik schrijf ja, ik het lees heel op. veel. Ik lees heel veel. Ik denk dat, het, ik het, dat ik het uit boeken heb gehaald. Of dat dan Robert Kiyosaki was... En je dacht, nou dat lijkt me wel wat. Dat wordt uh, ja. het doel ja, voor gezien. Ja, uh, maar dat, voor, dat voor moet 2020. ik ook kunnen. Dat moet daarnaast. Dus toen, uh, op een gegeven moment, in juli, nee, iets eerder in mei, denk ik, had ik iets van 25.000 euro gespaard. Maar ja, dat, dat moet ook, hè. Als je geen pensioen of, of arbeidsongeschikkenstekening hebt... dan moet je op een gegeven moment ook wel wat gaan sparen. Toen dacht ik, nou, dit geld moet dus nu voor mij bezig. En toen ben ik gaan kijken, wat, wat lijkt me dan leuk? Waar ben ik dan nieuwsgierig naar? Nou, toen kwam ik dan vastgoed tegen. Toen dacht ik, ja, daar ben ik toch wel het meest nieuwsgierig naar. En dat probeer ik ook bij mijn kinderen. Waar, waar zijn ze nou nieuwsgierig naar? Nou? Want ik merk als je je daarin verdiept... dat je, je daar steeds uh, verder in wilt verdiepen... en daar dus steeds meer een expert in wordt. Dus, uh, nou, ik... Ja. Toen ben ik voor dat vastgoed gegaan. Toen heb ik in mijn telefoon gekeken. Van nou wie ken ik überhaupt die daar iets mee heeft. En er stonden twee makelaars in en twee vastgoedbeleggers. En daar ben ik mee gaan praten. Gaan uitleggen. En, en ja, ze hebben mij de dingen uitgelegd. Toen vond ik ook uh, mensen zoals jij online. Toen het was net de periode volgens mij. Jij ja, was net uh, begonnen. En met jou nog enkele van jouw collega's. Ja. En de, de content die jullie deelden was ook zo waardevol. Um, op een gegeven moment zag ik iets op Funda staan. Een appartement in Meppel. En, uh, in het centrum. Uh, ik geloof iets van 92 vierkante meter. Voor 160.000 euro. Stond te koop bij een van de makelaars. Waar ik mee had geluncht. Dus toen belde ik hem. En toen zegt hij. Uh, met aankoopmakelaar. En vervolgens zijn naam. Um, ik zeg. Die zoek ik niet. Wat dan? Zegt hij. Nee. Ik zeg. Ik zoek een verkoopmakelaar. Ik zeg. Je hebt wat te koop. Ja. Hoezo? Wat bedoel je? Ik zeg. Nou. Uh, Klein hoever in Meppel. Ja, zegt hij, daar is net iemand geweest. Uh, daar gaat misschien zometeen een bot op komen. Ik zeg, ja, maar dan is dat er nog niet. Ja, zegt hij, maar jij hebt het niet gezien. <laughs> ik zeg, ja, maar jij wel en ik vertrouw jou. Oh, zegt hij, ja, durf je dat aan? Ik zeg, ja, dat durf ik aan. Wat moet ik bieden als ik het wil hebben? Ik zeg, ik moet gewoon doorpakken, dat voel ik. Nou, toen heb ik dat gekocht. Toen zijn we s'avonds nog gaan kijken. Zijn mijn ouders gekomen en mijn man is gekomen, en die zeiden voor die tijd van joh, wat begin je aan? Dus je had het gekocht voordat je ik heb het niet gezien uh, nee, kijken. Het gebeurt nog steeds regelmatig dat ik het niet heb gezien of dat ik een filmpje heb gezien. En oh. zeker bij appartementen vind ik dat echt totaal niet spannend. Nee. nee ja, en ja, toen, sommige mensen toen was het begonnen. Nu, niet spannend. Uh, het gaat over zoveel ja, geld. Ja, dat is wel waar. Nee, maar als je het afpelt, gaat het niet over zo heel veel geld. Nee, leg uit. Nou, als je het financiert voor 70, 75, 80 procent. He, dan, dan gaat het nog over 25%. Dan moeten we nog overdrachtsbelasting. Er was op dat moment nog 2%. Dan denk je, nou, als alles hier misgaat, wat verlies ik dan? Ja. Dan, dan valt het al mee. Hè? Als je het helemaal afbelt naar worst case scenario, dat doe ik dan. Want ik ben best wel risicomijdend. Ja. Ik kijk bij elk pand van, goh, wat als, wat als, wat als? Hè? Geen, geen, als de markt in elkaar klapt, als er geen uh, huurders meer zijn. Dat denk ik allemaal over na. ja. Maar je verzint dan ook denk ik een oplossing ervoor. Ja, dan denk ik nou, worst case scenario, dan is dit nog steeds niet dat ik aan de grond zit. Of, en, ja, en stel dat dat een keer zou gebeuren, dat de hele huizenmarkt finaal uh, naar, naar niks zou gaan. Ja, ik, ik ben ook met niks begonnen. En kijk wat de kennis <laughs> ik dan heb opgedaan. En wat een mens ik dan heb leren een kennen. Een je het idee van je wordt naakt geboren en je gaat ja, naakt, uh, ga je ik weer denk weg. dat ik dan weer uh, ja, vol frisse moed overnieuw zou beginnen... Met dit of met, met veel iets meer anders kennis of, en een ja. groter netwerk dan wat je een paar zo jaar geleden had. Sneller dan? Had. Ja. ja. Dus dat was de eerste woning die, uh, die ja. je kocht. En toen was het zomer en toen ging ik uh, zomervakantie, dus had ik wat tijd. Scholen gaan natuurlijk dan uh, uitgebreid dicht. Ja, toen, ja, toen, was ik wel, toen dacht ik, wauw, ik had die huren zo snel gevonden. Fijne huren, goed betalen. Ik dacht, ja, maar dit ging inderdaad niet moeilijk. Die filmpjes, het klopt allemaal wat ze me hebben verteld. Daarbinnen moet je natuurlijk al je eigen strategie zoeken. Maar. Ja, toen dacht ik, ik wil meer. En toen, toen, dacht toen kon je, ik niet van, meer. Van, als ik het één keer uh, ja. kon, dan kan ik het ook twee keer. Of? Ja, maar de, ik had geen geld meer toen. Nee. En uh, ja, ik, toen, heb ik in de, toen was ik inmiddels toegelaten tot een appgroep van vastgoedvrouwen. En daarin heb ik op een gegeven moment een berichtje geplaatst en dat vond ik heel spannend. Maar er stond zoiets in als van, uh, nou wie ik ben. En dat ik dus op zoek ben, uh, was naar een partner. Wat ik, dat ik zelf een goede zoeker ben qua... Uh, vinden van panden onder de marktwaarde. En dat ik dus graag alles wil regelen. Maar dat ik iemand zoek die samen met mij wil doorgroeien. En um, ja, die dan dat stuk eigen vermogen wilde doen. Nou, toen hebben vier dames mij gebeld. Waarvan één ik gelijk zo'n leuke klik mee had. En ik zei, ja, ik heb ook wel iets gevonden. Was gewoon op Funda. Een appartement voor 130.000 euro. Um, en, en zij zegt, doe maar. Ik zeg, hoe bedoel je? Nee, doe maar. Ik zeg nee, we moeten eerst goede afspraken maken. Maar ja, dat hebben we gedaan en inmiddels hebben we samen een aantal panden. Ja. En zijn we gewoon echt vriendinnen. Een nou, mooie Ja, dat. het is gewoon geweldig. Ja, ook wel heel zakelijk en professioneel. Alles staat gewoon op papier. Alles staat vast. Als ons iets overkomt. Ze of... dus hebben het eigenlijk wel dan uh, nou, de koningin van de JV-deals, de joint venture-deals nou, uh, geworden, kan ik wel ik zeggen. Of, uh, nee? Ja, Natuurlijk... ik, ik vind dat wel geweldig. Ik vind het ook heel gaaf om samen te doen. Vier zien toch weer meer. Ja, en, en, en uh, uh, jij hebt uh, nu iets wat je anders niet had kunnen doen, en die andere persoon ja, ook. Want, want ik dacht kennelijk... eerst nog van: Goh, is dat dan wel helemaal win-win? Vraag ik niet meer dan dat uh, iemand, uh, ja, dan dat ik krijg. Maar inmiddels ben ik van overtuigd dat dat echt niet zo is. Want, maar... want ik, uh, ik vind die panden en dat is gewoon echt niet makkelijk. Nee, nee, dat nee. En uh, ja, er komt nu wat meer aanbod en er is iets minder uh, vraag, maar. Ja, de laatste paar jaar was dat natuurlijk echt uh, gekkenhuis. Ja. Um, en is dat echt wel een kwaliteit als je in zo'n markt uh, mooie uh, deals kan, uh, kan vinden? Ja, heb ik gemerkt. Ho, 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 hoe vond je die dan? Behalve uh, nou ja, die, die paar makelaars die je telefoon had staan waar je mee was gaan lunchen en het flyeren ja, met de, de, de makelaars de flyeren en praten met mensen. Maar voornamelijk makelaars en flyeren. Er komen best regelmatig mensen bij makelaars die of snel willen of moeten of niet openbaar willen. Of uh, die zeggen van: ik wil er voorlopig nog niet uit. Maar ik zou die zekerheid zo fijn vinden. Want dan koop ik vast die nieuwbouwwoning. Zelfs nu nog uh, zitten de mensen zo in. Ja. Ja, ik bied die zekerheid. Ik vind het prima dat ze nog een half jaar daar willen wonen. Maken we er gewoon afspraken over. Ik kan ook binnen een maand afnemen als het moet. Dus uh, die flexibiliteit en die zekerheid kan ik dan bieden. Ja. Uh, ik denk dat dat. Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb gemerkt, ik wou zeggen, dat mensen misschien onderschatten hoe vaak dat ook bij een makelaar wel terechtkomt. Ik heb gemerkt dat de makelaar het heel fijn vindt om mensen zoals ik eh, te kunnen bellen voor dat soort casussen. Nee, dat, uh, dat, dat snap ik. Hè. Kijk, een, een verkoper wil natuurlijk graag uh, verkopen en uh, zoveel mogelijk zekerheid uh, hebben, maar een makelaar ook. Ja. En die hebben er natuurlijk geen baat bij als uh, een financiering uiteindelijk niet rondkomt. Of als het een deal toch niet, uh, niet nee. doorgaat. Om wat voor reden dan ook. Die willen gewoon met zo min mogelijk uh, tijd en energie en hoofdpijn uh, die woning. Uh, ja, die uh, willen verkopen. ook wel best voor hun klant. Maar dat hoeft niet altijd, het hoeft niet altijd te Kan. Nee. De klant hoeft dat ook niet altijd. Hun klant. Nee, klopt. Uh, dan kom je ook op dat stukje van uh, de prijs en waarde twee verschillende dingen zijn. Of ja, uh, ja je, je ja, moet zelf daar ook het, aanvoelen wat. Goed voelt voor jou. Je hoeft daar echt niet misbruik te maken van de situatie van iemand of iemand het vel over de neus te trekken. Maar... Nee. En ik spaar ook altijd even, dat is misschien ook nog wel een tip. Ik spaar altijd even met mijn taxateur voordat ik echt bied. Dat moet je sowieso altijd uh, doen, vinden wij ook. Voordat je een bod uitbrengt, moet je de taxateur gesproken hebben ja. en, en een indicatie hebben over, joh, ik sta op het punt. En hetzelfde geldt trouwens voor je hypotheekadviseur. Ik sta op het punt nu om hier een bod op uit te gaan brengen. Wat vind jij ervan? Uh, ik, uh, ja. ja, wat zal die ongeveer gaan doen in de verhuurde staat? Ja. En dan bied ik nooit één cent meer. Ja. Dat sowieso niet. Nee, en dan, dan ja, beperk je ook weer dat, dat risico meteen. Ja, het ja, zijn een beetje kaders dan hè, binnen, waarbij, binnen jij dan je spel speelt. Ja. Mooi. Hey, wat, een, uh, ja, wat, wat een reis dan de laatste twee jaar met dat hele vastgoed ja. uh, gebeid. Mooie mensen ook ontmoet. Ja, dat is natuurlijk ook, hè, want uh, vastgoed. Uh, ja, naar mijn mening gaat het veel meer om mensen dan om stenen. Ja. Toch? Ja. Waar je, me, waar je nee, echt mee bezig bent uh, uh, elke dag. Ja. Maar noem eens wat voorbeelden daar, daarvan. Wat zijn, zijn mooie, nou, interessante? Bijvoorbeeld, uh, mijn vader is dan vorig jaar overleden, wat ik net al zei, en dat is echt. Uh, dat doet nog steeds vreselijk zeer. Ik had een hele goede band met mijn vader. En daarna had ik echt iets nodig om naar uit te kijken voor mijn gevoel. En dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? Toen heb ik zeven dames, die ik online heel inspirerend vond, heb ik uitgenodigd voor een weekendje Ameland. Dat heb ik samen met twee van hen georganiseerd. Ze zeiden allemaal ja en we hebben echt zo'n geweldig weekend gehad. Er, ontstaat, er is echt een band ontstaan. Ja, het, is, het is heel erg persoonlijk geweest, maar ook heel erg over vastgoed. Ja, en uh, daar ontstaan weer vriendschappen. Vorig jaar, een mooie reis naar Bonaire gemaakt. Uh, aan eind oktober ga ik naar uh, Mexico met een paar van die dames. En dat zijn deels echt studiereizen. Ja. Serieus gaan we serieus aan de bak. Voor vastgoed in Mexico? Ja, nee, 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 niet of? voor Mexico. Oh. Nee, dat is, dat is zeg maar gewoon de avontuurlijke. Ja. En uh, nou, ik moet zeggen, een aantal van ons is ook niet zo niet gevaccineerd. <laughs> dus dat is ook een van de redenen voor Mexico. Maar we zijn ook ja. gewoon heel benieuwd naar uh, Mexico. Um, Nee, het, ik ben nog steeds gefocust op Nederland. Ik zie heel veel kansen in Nederland. Ik heb graag invloed. Ik kan het... Ik, eh, dat ik zeg maar zelf grip heb. Ja, op zover ik vind dat, dat ook mogelijk uh, is. hartstikke fijn. Ja, ja. Mexico is toch wel ja. erg, uh, erg ver. Ja, ik geloof zeker dat Spanje veel kansen biedt. En dat, dat Engeland veel kansen biedt. En het Caribisch gebied. Maar het heeft me ja, nog niet maar nieuwsgierig het is, gemaakt. Ja, het is persoonlijk natuurlijk. En ik kan me ook ja. voorstellen dat sommige mensen... Uh, als ze eenmaal een aantal panden hebben of een portefeuille hier hebben, dat je dan gaat dat dat interessant ja. lijkt of leuk, of ja. dat je een nieuwe uitdaging wil, of wat dan ook. Ja. Maar ik zeg wel altijd, uh, ook al heb je maar één pand hier, begin gewoon hier. Weet je, dat je het één keer helemaal doorlopen hebt een ja. spelletje snapt. Ja. Ja. En ja. het gras is niet altijd groener bij de buren. Dat lijkt misschien zo. Maar ook in Nederland uh, zijn nog hele mooie kansen op dit ja. moment. Ja, en Mexico is dan. Uh... Ja, is gewoon de plus. Lijkt ons prachtig daarom. En, en soms moet je ook weg zijn, even. Heb ik ook wel meegemaakt. Ik heb ook een boek geschreven voor het onderwijs. Dat was niet tot stand gekomen als ik niet tien dagen mezelf had uh, opgesloten op een eiland in Thailand. Misschien wel ergens anders natuurlijk. Maar ik, ik moest daar wel echt voor weg om goed die focus te krijgen. En dat abstractieniveau uh, te kunnen hebben. Ja. Dat te kunnen overzien wat er dan echt nodig was. Dus dat vastgoed, eigenlijk, als ik dat goed hoor, nou, daar heb je een hele nieuwe passie mee uh, ontdekt. Um, het is nu een middel om je kinderen financieel uh, onderwijs uh, te geven, zeg maar, of om daarin wegwijs te maken. Uh, het heeft ervoor ja. gezorgd dat je nieuwe vrienden hebt uh, ontmoet. Ja. Uh, het verlies ja, van je vader, uh, nou ja, om daarmee om te gaan en in ieder geval wat afleiding uh, te hebben. Waar dat vastgoed allemaal niet goed voor kan zijn. helemaal. Ja. Je hebt goed geluisterd. En, en wat is je allergrootste inzicht of les geweest dan tijdens die twee jaar in het vastgoed? Oh, dat zijn er best wel veel geweest. Of een paar van grootste de grootste. Inzicht. Nou, ik was toevallig gisterochtend naar Top Gun. Heb je hem al gezien? Nee. Al oh, geweldig. Wat een aanrader. Ja? Maar daar waren ook weer twee dingen. Um, time is your worst enemy, zegt Tom Cruise op een gegeven moment. Het gaat dan over die missie. Maar ik hoor dat dan anders. Ik denk, ja, dat is inderdaad het enige waar je geen invloed op hebt. Dat, dat is hetgeen wat, je, wat ja, belangrijk is om best te benutten. Ja. En tegelijkertijd uh, wordt daar ook vaak in herhaald: don't think, just do. En daar haal ik uit dat je gewoon heel erg intuïtief moet proberen te zijn. En dat vind ik ook wel heel spannend, maar dat, dat probeer ik wel heel erg. Je intuïtie te volgen, dat kleine stemmetje in jezelf. Om dat te horen, daarna ook naar te luisteren. Dat heb ik best wel vaak gedaan de laatste twee jaar en is me erg, uh, heeft me veel geholpen. Ja, ik denk dat onze intuïtie een van onze meest uh, krachtige uh, tools is die we, die we hebben, maar waarvan de meesten van ons het uh, ook echt uh, ja, zwaar uh, negeren, uh, wegstoppen, er, er niet naar, naar, naar luisteren. En dat we gewoon te veel ook ja, in ons hoofd uh, zitten, yeah. als ik ook voor mezelf spreek. Uh, ja, je gevoel is zo krachtig en als, als je gevoel zegt van joh, dit moet je niet doen, dan is dat waarschijnlijk ook gewoon echt uh, ja, om een reden en moet je dat ook gewoon niet doen. Um, maar toch durven heel veel mensen daar volgens mij niet uh, alleen daarop af te gaan. Nee, en ik denk dat je uit onzekerheid ga je misschien ook praten met mensen, uh, wat niet de juiste mensen zijn om mee te praten. Ik merk dat ik soms adviezen krijg ongevraagd van mensen die zelf niet doen wat ik graag zou willen doen. Dus die projecteren dan eigenlijk hun eigen angsten. Op jou. En dat doe je als ouder ook, hè? Dat is eigenlijk iets heel gevaarlijks. Of het nou om uh, iets simpels als een spin of een slang gaat. Je projecteert je eigen angsten heel gauw op een kind. Uh, probeer ik me bewust van te zijn dat ik dat zo min mogelijk doe. Maar, maar mensen om je heen doen dat met de beste bedoelingen. Ze willen je graag beschermen, behoeden voor gevaar. Klopt, ja. Maar heel vaak is dat gevaar helemaal niet aan de orde. Nee. Nee, of is dat inderdaad jouw... Ja, het is jouw angst. Je moet dat niet ja. de angst van jouw kinderen maken. Ja. Of... Maar daar ben je soms niet bewust van. Nee, dat gaat, uh, dat gaat automatisch. Ja. Hoeveel ouders hebben wel ja. niet zoiets ook van dat... Wat zij geleerd hebben van hun ouders en daarachter kwamen dat het hun niet gediend heeft. Maar toch onbewust dat weer op hun kinderen ja. ook. Gaat heen, ja, gaat Projecteren. Ja. Hé, hey, en... Um, het, het, het vastgoed, uiteindelijk, uh, ja, waar, uh, waar, waar wil je naartoe? Wat, uh, wat zijn de plannen? Hoe zie jij trouwens nu de, 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 de markt ontwikkelen ook? Hè? Want daar, er zijn natuurlijk ook veel mensen van uh, nou ja, dat nu ja. het, niet het juiste moment zou zijn om hiermee te beginnen. Ja, daar kijk ik wel anders naar. Ik denk wel dat je je strategie steeds kritisch moet bekijken. Um, kamerverhuur is natuurlijk nu veel interessanter. Daar waar dat voor studenten nog haalbaar is, er zijn nog steeds gemeenten. Waar je uh, vergunningsvrij kamervuur mag toepassen. Ga daar vooral naar op zoek, welke gemeenten dat zijn. Ik, ik, ik lees ook. Ja, niet Ja, we zouden zo er misschien veel... een paar kunnen noemen, maar ik weet niet of dat, dat verandert natuurlijk ook de hele tijd. Dus ja, en ik denk ook dat, mensen, dat het veel beter is dat mensen zelf daar naar op zoek gaan. Het ja. is ook allemaal onderdeel van het proces. Je moet dat zelf ook willen weten hoe dat dan zit bij een gemeente. En laat je ook niet afschepen door een dat mag je hier niet. Hè? Waar staat dat? Kan ik, dat kunt u mij die link sturen. En, en dan nog eens even goed verdiepen. Um, als er staat het begrip wonen, hè, wat, of dat dan ook gedefinieerd is. Dit is dan wel eventjes een, een inside-tip. Ja. Heel vaak hebben gemeenten dat begrip wonen niet gedefinieerd. En dan betekent dat ook dat het niet per se een gezin hoeft te zijn. Dus. Nou, dat is dan eventjes iets theoretisch misschien, maar dat heeft mij al verschillende keren wel uh, zwart op wit, daardoor heb ik zwart op wit gekregen dat het Kamervuur wel was toegestaan. Ja. Ja, er zijn zoveel jongeren en zoveel werkenden van buiten die woningen zoeken. Ja, en daar zit wel een hoger rendement op. Dus ja, op dit moment zie ik daar de meeste kansen. En natuurlijk ook wel in transformaties. Maar ik heb ook gemerkt dat, dat uh, de processen bij gemeenten, dat mij dat heel veel energie kost dat dat minder goed bij me past. Dus ja. ik heb nu wel twee dingen lopen. En die ga ik ook wel afmaken. Maar ik ben wel kritisch op het volgende. Oké. Okay. Ja. Nou ja, zo kom je ook weer erachter... wat je ja. hè, door wat je niet, ja. niet lijkt te willen, wat je wel, uh, wel wil. Ja. Dus dat... Uh... En wat, uh, aan welke doelgroepen uh, verhuur jij? Is dat heel, heel breed, heel divers? Ja, ik probeer dat te, te spreiden. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon stelletjes. Dat zijn studenten. En dat zijn uh, expats. Dus ook daarin uh, heb jij ook een nou ja, spreiding qua welke gemeentes, welke financiers, welke ja. doelgroep, uh, maximale spreiding? Denk ik. Behalve dat ja, alles in wel Nederland is. Gedaan. Ja, alles in Nederland. Alles in ja. Nederland. Ja, dat klopt. Ja, je vroeg nog van wat is dan, uh, waar wil je naartoe? Ik, ik denk niet dat ik iemand ben die, als die ergens is, dat het dan klaar is of zo. Ik heb gemerkt in, dat ik graag beter wil worden. Dat mij dat veel energie geeft. Ik lees ook gewoon heel, veel, heel graag. Maak gewoon studies van, van boeken, zeg maar. Nog steeds, ook al hoeft het niet meer. Dat verrijkt mij heel erg. Daar krijg ik heel veel energie van. Dus of het nou vroeger was in mijn sport. Of dat in mijn moederschap is. Of in mijn werk. Of in mijn vastgoed. Ik wil gewoon graag beter worden. Dat, dat houdt mij gelukkig. Ja, maar dat beter wordt doe je dus niet alleen door de theoretische uh, kennis, maar een combinatie van theorie en praktijk. Ja. Die, die balans. Ja. Hoeveel is dan uh, theorie en hoeveel uh, praktijk? Is ja, ik zou een, graag willen ervoor? dat theorie meer was, maar dat lukt mij nou bijna alleen maar in schoolvakanties. Ja. Uh, dus dat is ook nog wel een leerding hoor. Ik zou graag meer lezen. Ja. Uh, en uh, podcast, audiobooks en zo gaat dat dan. Uh, dat ja, dat, uh, ik. ik, ik Sowieso elke avond luister ik podcast en kijk ik YouTube ja. voordat ik ga slapen. En in de auto heb ik ook... Ja, ik luister eigenlijk nooit meer muziek, kijk ook nooit meer tv. Ik heb wel een gezamenlijke hobby met mijn zoon, film kijken in de bioscoop en thuis. Dus dat is eigenlijk nog wat ik dan zie. Maar ja, misschien is het ook wel een beetje ja, overdreven, weet ik niet. Maar ik, ik, ik vind het ook helemaal niet... Uh, het, ik heb dat Het brengt mij niks om de familie Meiland te kijken of... Uh, nee. Ik weet dat iedereen leuk en Peter gillen is en iedereen laagt zich dood. Maar ik vind dat zonde. Je vindt dat zonde van je ja, tijd? Ja, ik vind dat zonde van mijn tijd. En dan kan ik ook leuk doen weet ik niet, een spelletje met mijn kinderen. Of uh, het is altijd wel iets te doen wat dan. Het moet een soort van zinvol zijn oh. Misschien is dat ook wel vermoeiend aan mij af en toe ja weet ik niet uh, ja, misschien is soms uh, dan kan je gezin <laughs> misschien beter over uh, ja dat denk ik wel dat uh, niet alles natuurlijk een nee. doel hoeft te hebben of nee. uh, zinvol uh, hoeft te zijn maar uh, ja maar waarom niet denk ik dan hè? spelletje doen vind ik heel zinvol spelletje doen met kinderen wandelen ja, of, uh, ja dat persoonlijk, uh, misschien vinden andere mensen dat uh, nee, en dat doen, is ook ja. helemaal goed ja. Ja. ja ja als je dan je energie haalt uit lekker lachen om uh, Peter Gillis of Martijn Meijland zeker ja. zeker doen ja. Hey, um, uh, in, in, het, in het vastgoed, dan hoor ik heel veel mensen denken van ja, ik zou dat ook wel uh, graag willen, maar uh, ik, heb het, uh, ik heb het geld er niet, uh, niet voor. Ik heb de middelen er niet uh, voor. Hoe kijk jij daar tegen, tegenaan? Wat zeg jij tegen zo, uh, zo iemand? Dat, dat, uh, dat heb je ook niet nodig. Je hebt er nodig om eerst een stukje kennis op te doen en dan vooral op zoek te gaan naar de goede panden. Uh -huh. En als jij iets hebt gevonden om dat uh, te delen. En dan is er iemand die gaat bij jou instappen. die gaat jou daarbij helpen. Um, ik ik uh, wil wel delen hoe ik dat heb gedaan. met mijn uh, ja, uh, partners. Uh, die hebben een deel wat aan, nodig was aan eigen vermogen. hebben zij ingelegd. Mm -hmm. En ik heb de afspraak gemaakt dat ik daar geen rente over betaal. maar dat ik dat wel binnen een bepaalde tijd terugbetaal. Ja. Ondertussen zijn we 50-50 eigenaar. En uh, nou, ik ben nog geen. Ik ben in juli 2020 kreeg ik mijn eerste pand op naam. En in december 2022 verwacht ik eigenlijk dat ik um, dat allemaal al heb afbetaald. Dus vanaf dat moment gaat mijn cashflow eigenlijk ook van nul. Maar het is nu niet helemaal nul, maar ik ben heel erg aan het aflossen naar die, naar die partners. Ja. Omdat, niet omdat zij daar nou zo'n druk op zetten, maar omdat ik dat of zelf je graag wil. Ja, op is voor mijn gevoel. Ja. Terwijl we afspraken hebben van goh, drie jaar na overdragsdatum. Maar ik wil dat heel graag uh, betaald hebben. Ja, en vanaf dan gaat mijn cashflow best wel hard in. Hoop ik dat ik ook daadkrachtiger ben dat ik ook in mijn eentje dingen kan. Als het nodig is. Ja. Ik denk niet dat ik stop met samenwerkingen, want ik vind het veel te. Um, ja, het, het, het brengt zoveel. Ja, je hebt daarmee echt een win-win situatie natuurlijk ja. gecreëerd. Doordat uh, nou, jij hebt hun geholpen door die mooie deals uh, aan te reiken die zij niet hadden, um, ja. of de kennis niet voor hadden, of de tijd niet voor, of het netwerk of wat dan ook. Ja. En zij hebben jou natuurlijk toen geholpen omdat jouw startkapitaal, jouw uh, eigen middelen beperkt waren. Ja. Nou, en uiteindelijk word je dan uh, nou, gelijkwaardig uh, partner, zeg ja. maar. Ja, zo voelt dat ook echt inmiddels. En hebben zij de middelen weer om nou, daarmee uh, om weer in de volgende te gaan? Hè? Want dat zie je natuurlijk dan vaak. Ja, we hebben nu uh, drie pannen al uh, geherfinancierd, waar dan alweer een stukje uitkomt. Ja. En waarbij we de loan to value omlaag hebben gehaald. Ja, ja. maar dan hoor ik misschien mensen wel zeggen: van uh, ja, goed, uh, vastgoedwereld in Nederland uh, twee jaar geleden uh, is toch wel uh, anders dan, uh, dan nu. Als je nu zou starten ten opzichte van, uh, van twee jaar geleden. Er um, is dus natuurlijk een grote stijging geweest. Je ziet nu door de hogere rente dat ja, de markt wat stabiliseert of in sommige gevallen ja. uh, zelfs uh, daalt. Of zou je, zou je uh, nog precies hetzelfde doen als je op dit moment zou, uh, zou beginnen? Ja, absoluut. Uh, ik zou goed kijken naar stel dat, dat je iets moet verhuren tegen de uh, sociale woningprijs, hè, 750 euro. Stel dat dat je het maximum zou zijn waarop je het zou moeten verhuren. Mm -hmm. Ja, dat is denk ik echt een worst case scenario. Want we blijven nog heel lang woningtekort houden in Nederland. Maar stel dat je dat moet doen, dan moet je er nog steeds op winnen. Niet veel, maar dat, dat is voor mij ook een kader Dan moet het nog steeds winstgevend zijn. Ja, dus dat is zeg maar... En dat uh, kan nog steeds in deze markt. De ondergrens. Ja. Ja. En over dat stukje, nou, uh, geen geld, uh, daarover roep jij van, uh, joh, zorg eerst dat je het, uh, want mensen zijn eerst altijd aan het sparen, totdat ze genoeg ja. eigen vermogen hebben om, of eigen inleg hebben. Ja. Of uh, nou, heel erg gefocust eerst op het geld en dan het object. Jij zegt, draai het Focus om. Focus op het object. Als je ja, creëer urgentie, want op het moment dat je het object, object hebt, dan wil je het ook hebben dan wil je het ook houden. Als je het echt niet lukt om te houden, kun je me altijd door, uh, doorverkopen tegen een mooie commissie. Zo heb ik ook door kunnen groeien. Ik heb ja. eigenlijk nog meer doorverkocht dan wat ik heb kunnen houden. En dat heeft mij hele mooie winsten opgeleverd, uh, die ik dan weer kon gebruiken in aankopen. Ja, dan denk, ja maar je, je, er ontstaat op een gegeven moment zoveel urgentie en zo'n creatief proces komt er dan op gang, want je moet dan wel. Want je hebt nog maar zes of acht weken om het rond te maken. Ja, nou ja je, je, je hebt echt een... Uh, Bij wijze van... Deadline. Ja. Maar je wilt niet weten waar je dan toe in staat bent. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Weet je, als je iemand een uh, ja. pistool tegen het hoofd zou zetten. en je zou zeggen, morgen heb jij uh, 100.000 euro. dan, ja, dan, dan je zorg het. je ook wel dat het er ligt toch? Ja. ja, ja. plus je zet je brein ook verder open. Dat geloof ik echt. Um, voor het zien van kansen. Ja. Ja, want jij zei ook. Van, uh, nou, er liggen meer kansen dan ik uh, ja, joh. kan pakken. Er liggen zoveel kansen. Ja, hoor. Daarom vind ik het ook. Ja. Leuk om te delen met mensen en erover te vertellen en mensen te helpen. Daar ja. moet je ook in deze podcast. Uh, ja. Ja, dat vind ik ook geweldig. Dat doe jij ook. Hoe inspirerend. Ja. Maar het is wel interessant natuurlijk dat uh, sommige mensen nou ja, helemaal geen of heel weinig kansen zien en uh, andere uh, mensen heel veel. Kunnen we dat niet wat, uh, wat eerlijker verdelen, denk ik? Uh, dan? Vooral voor de kinderen van die mensen. Ja. ja. Hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Door, uh... ja, een stukje bewustwording creëren. En Daarom heb ik ook die boekjes geschreven. Ja. Ja. Dat is mijn poging om de vlek wat groter te laten zijn dan alleen Jennifer die vertelt of uren maakt. En of... ja, waar komt die, uh, die, die drang of die, die wens uh, vandaan? Dat was een constatering die jij deed. Van, uh, nou, ik vind de kansongelijkheid enorm. Ja. Dat zag je ook in corona. Ja, ik heb, ik heb ook geleerd uh, voor juf. Dus ik, ik, had, ik heb heel, wij hebben heel erg genoten van de tijd thuis dat ik weer eens juf kon zijn, dat ik de kinderen kon helpen daarbij is ook heel erg, heeft heel erg geresulteerd in uh, betere focus, be, goede, beter kunnen concentreren, goede resultaten. Maar ik heb ook heel veel om me heen gezien dat ouders dachten, heaven, wat moet ik hiermee? En dan moet ik ook nog werken. En dan ja, dat is ook maar gewoon zo'n voorbeeldje van ja, de kansongelijkheid is zo groot, helemaal nu alles zo duur wordt. Ja. Ik denk, oh, al die kinderen, wat erg. Ik, ik gun het iedereen zo om het wel te zien en wel te proberen. En wordt alles zo duur of hebben mensen te weinig geld? Ja, zeker, dat is het. Ja. Ja, ja. de prijzen gaan omhoog en de Ja, de dus moet je meer stijgen. verdienen. Dus moet je creatiever worden en meer risico lopen. Ik heb ook wel geleerd hoe groter het risico dat je durft te lopen, hoe groter de beloning. Ja, de de, de R van risico staat gelijk aan de R van rendement. Ja. Ik oh, het, nou. Ja. Leuk. Dus dan maar dat uh... Nou ja, het werkt ook ja, andersom, natuurlijk. Dat kan een keer. Ja. ja maar inmiddels, ja, inmiddels heb ik natuurlijk ook veel meer panden. En dan, als er dan ergens een keer een horrorhuurder gaat zijn, lig ik dan toch helemaal niet meer wakker van. Nee, dan, dan kan je dat, ja, het is een numbers game. Dan, dan ja, kan je dat ik ook hoor opvangen. daar zo vaak mensen over. Terwijl ja. ik een hele leuke band heb met alle huurders. Ja. En, en die studenten ook. Hoe leuk. Ja, om ze te helpen, om ze welkom te heten. Ik heb, ik heb er plezier in. Ja. Kijk, als je dat niet hebt, hoef je dat niet te doen. Je kunt het ook allemaal uitbesteden. Nee. Maar horrorhuurders zijn volgens mij echt een uitzondering. Nou, ik denk ook dat dat uh, vaak nou, te ondervangen is door een goede screening en processen, maar ook dat dat een uh, ja, bepaalde energie is dat je de mensen aantrekt op welke. Uh, ja. ja. Ik, ik heb er nog geen last van. Nee. Had, gelukkig. En eerst is een contract voor twee jaar. Dan heb, je toch, dan heb je daar toch wel gevoel bij. Ja. Dan wordt dan, dan wordt de kans nog veel kleiner ja. dat je onbeperkt aan iemand vastzit. waar je niet aan vast wilt zitten. Hey, over die uh, kansenongelijkheid, ik uh, dat schiet me nu te binnen dat jij als, als uh, juf dat ook echt gewoon letterlijk dan voor je ziet in zo'n klas. Wat die verschillen zijn. Ja. En dan zou je ja. uitschieters naar boven hebben. Een, een, een middenklasse, zeg maar, en ook. Uh, ja. Kinderen die Ja, dat, ik sta nu niet meer voor de klas, maar eerder... Uh, ja, nee, ik vind maar in het verleden. Ja, vind ja. ik echt heel schrijnend. Ja, ja hoe groot is, is mijn invloed? Hè? Die probeer ik dan iets te vergroten door uh, die boeken dan te schrijven. En door hier dan te zitten. Ik vind het best wel spannend, maar... Maar je doet het wel. Ja, dan doe ik het maar wel. Ja, en, en, en voor de luisteraars, voor de, de kijkers op YouTube, die kunnen het zien. Maar voor de luisteraars, er staan oh, ja, hier sorry. drie boeken... Uh, ja, een podcast is in eerste instantie toch vooral ja, audio. YouTube, ik dat doen we, doen we als bonus doen we dat erbij. Maar er staan hier ja. uh, drie boeken. Um, waaronder jouw kind een financieel vrije, vrije toekomst. We um, ja, wat uh, mensen die dat boek bestellen, kan we, voor echt ouders die dat, uh, nou ja, dat, dat onderwerp geld bespreekbaar willen maken met hun kinderen of willen kijken hoe ze dat kunnen, kunnen doen. Wat, wat uh, gaan die leren in dit, uh, door dit boek? Zij gaan um, al dan niet samen met hun kind, als die al oud genoeg is, gaan zij een strategie bedenken. Ik, ik denk dat bijna alle ouders wel eens hebben nagedacht van goh moet ik niet al eens iets vooruit sparen of. Maar misschien hebben heel veel mensen dat nog niet uh, omgezet tot actie. En als het wel actie is geweest, dan is het vaak een spaarrekening op een bank. Nou, inmiddels heb ik ook geleerd dat dat niet de meest lucratieve manier is. Nee. Um, dat er, veel meer, dat er ook veel andere manieren zijn. En in dit boek, ik denk dat je een aantal inzichten krijgt en een aantal lessen. Je noemde het al over. Uh, um uh, compound interest, maar bijvoorbeeld ook oneindig rendement. Of, dat so zijn een aantal termen waar je misschien wat kennis van opdoet. Maar het is ook zeker de bedoeling dat je gaat nadenken over van, hoe kijk ik naar geld, wat vind ik van geld, wat geef ik misschien onbewust door aan mijn kinderen over geld, wat wil ik graag doorgeven over geld. De relatie met, met, met ja. Wel, ja. Ja, en ook hè, wat zou mijn kind, waar is mijn kind goed in? Vindt mijn kind heel leuk. En hoe kunnen we dat nou ombuigen naar verdienmodellen... Ik denk dat alles om te buigen is naar verdienmodellen. Ja, dat, dat vond ik ook uh, heel mooi. Want je zei van hoe kan je je kwaliteiten, hoe kan je die omzetten naar een, uh, naar een verdienmodel? Maar dat komt dus ook terug in dit. Uh, in ja, dit dat boek. heb ik geprobeerd. Het is de deels uh, theorie, maar het is ook voor een heel deel een werkboekje. Ja. Is echt de bedoeling dat je samen gaat nadenken. Want zeker met kinderen ligt de focus natuurlijk altijd heel erg op de fouten die je maakt en de dingen die je niet goed in wil. Daar moet dan meer aandacht aan en dat moet je gaan ontwikkelen. Terwijl... Eigenlijk als ik dat zo hoor, ik heb het boek nog niet gelezen. Ik heb het pas net van je gekregen, maar yes. um, dat je eigenlijk dan kan focussen op juist op de goede dingen en op de kwaliteiten. En daar gewoon maximale ja. uit kan halen en een verdienmodel ja. aan kan hangen. Ja, alsjeblieft focussen op de successen en maak die veel groter. Um, ik geloof ook heel erg in de self-fulfilling prophecy. Mm -hmm. Ken je dat? Dat je. Um, wat je wilt dat je kind graag goed doet of uh, wat je hem gunt dat waar, dat dat hij snapt dat je gaat zeggen van wauw wat uh, kan jij dat goed uh, misschien een gek voorbeeld maar uh, mijn zoon bijvoorbeeld in het zwembad moest duiken door zo'n ring en hij vond dat best wel spannend en dat zag ik aan hem en, en dan heb ik gezegd van wauw wat duik jij mooi zeg uh, dat gaat echt goed en ja door ook dat tegen andere mensen te zeggen heel bewust waar hij dan bij was Denk ik dat hij echt heeft gedacht van, ik kan heel goed duiken. En uh, nou, hij bleef maar duiken. En binnen no aan was hij door die ring. Het werkt echt. Dus uh, roep alvast wat je, wat je gunt, waar iemand goed in wordt. Ik weet niet of ik het nu goed uitleg. Nou nee, ik begrijp het wel. Gewoon daar de, 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 de aandacht en de, de, naartoe te sturen. En hem, uh, nou ja, ja. aan publiek op een, op een podium bijna letterlijk uh, ja. uh, te zetten. Ja, daar waar hij uh, misschien uh, al een beetje onzeker over is. ja. Terwijl als jij. Uh, Juist zeggen van wat uh, jij. had ook jij kunnen zeggen van. Joh, ja, je moet eigenlijk dit en dat. Maar oh, echt, dat zie je uh, zo vaak? Hij, kan uh, niet, hij kan nog niet duiken. Hij, hij vindt duiken eng. Hè, doe nou niet. Zeg ja, dat nou niet. Waar de, waar, tegen de moeder waar ja. de andere kinderen bij staan. Ja, kinderen bijstaan, oh, dat hoor je zo vaak. Maar denk, denk dat van mijn part. Maar zeg dat alsjeblieft niet. En het vergelijken van kinderen. Ik zie dat nu echt uh, bij mijn tweeling. Hoe door mijn omgeving, door andere mensen. een ontwikkeling uh, tussen die twee vergeleken wordt. En ik van joh, dat zijn hele andere... Oh ja, nou fijn dat je er zo'n Andere naar kijkt. karakters. Ja. En, en ja, logisch dat de ja. een wat sneller is met dat en de ander is weer sneller met dat. En ja. wat maakt het ook uit? Alleen, als dat gezegd wordt tegen hen, als dat meegegeven wordt, um, hebben ze wel vanaf jongens aan het idee van, ja, ik ben niet goed genoeg. En gaan ze ja. zichzelf continu met een ander vergelijken, want dat wordt dan de, ja, de standaard, dat is goed. En ja. nee, ik ben daar nog niet, dus ik ben ja. uh, niet goed genoeg. Ja, en als ze eenmaal hebben gehoord dat ze ergens niet zo goed in zijn, ja. dat motiveert toch ook helemaal niet om het te gaan oefenen? Nee. Nee, dat, is, dat voegt niks toe om dat te zeggen. Doe dat alsjeblieft niet. Nee, nee. ik hoor ook wel eens ouders zeggen dat ze hun kinderen gelijk opvoeden. Maar ah, dat mag ik, dan denk ik bij mezelf, ik hoop het niet. Mm -hmm. Want, want ze, ze hebben toch hele andere dingen nodig, op hele andere momenten en op hele andere manieren. Ja, ik heb het wiel ook niet uitgevonden en ik weet, de wijze het ook niet in pacht, hoor. Maar dat probeer ik dan over na te denken. Ja. En dan hoop ik dat, dat ik me daarvan bewust ben. En jij doet dat vooral de, ook door, uh, je zegt, van, ik vind het zo belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Naar je kinderen, toch? Ja, zeker de, totdat ze een jaar of 13, 14 zijn, totdat die puberteit komt, zijn wij het grote voorbeeld. Kijken ze naar ons op. Ja, dat is wel belangrijk om je te beseffen. Ja, en, en vooral naar wat je doet en niet naar wat je zegt. Klopt. Ja, dat klopt. Want bij dat mensen die zijn zich wel bewust van wat ze zeggen en denken daarmee het goede voorbeeld te geven. Maar ze ondertussen... doen ondertussen heel wat anders. Ja. Het is natuurlijk, ja, tegen je kind zeggen van je moet niet de hele tijd achter je tablet of uh, zitten en vervolgens zelf de hele tijd op je telefoon ja. zitten. Ja, of klagen over je werk of ook over je collega's. Doe dat nou niet. Ga daarmee aan de slag of maak andere keuzes. Tijdelijk prima, maar dat, ik denk dat dat soms een leven lang doorgaat. Dat vind ik zonde voor die persoon zelf, maar ook geen fijn voorbeeld voor die kinderen. Nee. Loondienst kan ook hartstikke leuk zijn. Zeker. Het is nog leuker als je financieel vrij bent misschien en, en de niet een bewuste ja. keuze is. Absoluut. Dat gun je toch iedereen. Ja. Ik denk dat als je financieel vrij achter de kassa in de supermarkt zit, dat dat nog... nog uh... Of in de zorgen voor de klas ik denk dat best wel veel mensen voor de klas leuk zouden vinden, maar misschien niet fulltime, of niet, um, ja, de drempel is te groot om het te proberen, want wat als het misschien niet uh, of moeilijk is of niet past? En dat denk dat als mensen meer keuzevrijheid zouden hebben, meer financiële vrijheid, dat ze veel sneller dingen zouden proberen. Ja. Nog heel even terug naar het boek. Uh, als kinderen uh, financieel vrije toekomst zouden hebben of financieel vrij zouden zijn. En daarmee bedoel je dat ze in de toekomst financieel vrij kunnen worden. Niet dat ze als kind al financieel vrij hoeven te zijn, denk ik. Nee, uh, zeker niet. Nee. Wat, um, ja, wat zouden ze dan anders of, of beter? Welke mogelijkheden biedt dat die ze anders zeg maar, niet, uh, niet zouden hebben? Wat is het het, 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 het hogere doel daarvan, zeg maar? Mijn gevoel zegt dat ze dan minder snel keuzes zullen maken omdat het misschien moet. Of omdat misschien veel arbeidsgelegenheid in is, of omdat ja, de, de buitenwereld hun daar naartoe stuurt. Ik denk dat als je meer keuzevrijheid hebt, dat je dan sneller naar jezelf kijkt van wat wil ik dan, waar word ik dan blij van. Dus dat ze gewoon een, een echte interesse, een passie uh, ja. kunnen volgen. Kunnen ja. ja, en helemaal niet om niet te werken. We moeten nee. niet aan denken om niet betekenisvol te kunnen zijn. Of ja, ja. Uh, nee, Juist doordat je, uh, vindt, hoeft niet per se, maar juist doordat je financieel vrij bent, zou je natuurlijk betekenisvol kunnen, kunnen ja. zijn. Ja, ja. ja, dan zijn denken mensen, misschien klinkt mooi, maar is het realistisch? Ja, dat is het. Ik denk dat heel veel mensen dat krijg ik dan terug, hè? Ja, het klinkt mooi. Ja, maar wat als? Nee, het, het is echt zo. Ja, ja maar denk echt. je niet dat mensen zeggen: van, nee, maar dat is voor mij niet haalbaar of dat is niet uh, realistisch, omdat ze dan ook niet meer over na hoeven te denken en niet meer mee bezig hoeven te zijn? Wat misschien alsof. spannend is. Als ze zeggen van ja, het is voor mij ook haalbaar, realistisch en dan moeten ze er ook mee aan de okay, slag. Dan ja. moeten ze er wat mee gaan doen. natuurlijk. Want als je weet dat dan het kan, want jij hebt het gedaan, ik heb het oh. gedaan. Ja. Dat, dat is het misschien, denk ik. Ja. Het is makkelijker om dan te zeggen, nee, voor mij is dat niet haalbaar, is voor mij niet weggelegd. Leuk voor jou, maar niet voor, niet voor mij. Ja, vind ik jammer. En hoe kijk jij dan aan tegen um, dat kinderen gaan erven van jou? Dat vind ik dus ook een heel interessant thema. Gaan, kinderen, gaan jouw kinderen straks van jou erven? Alles? Ja, die, die gaan wel van, uh, van, van mij erven. Nou ja, goed, dat zijn uh, ja, interessante thema's waar ja. ik uh, nu ook uh, mee bezig ben. Uh, sterker nog, uh, van de week nog over gehad, ook met een, uh, een fiscalist en hoe je dat dan uh, vormgeeft en hoe je dat precies kan, uh, kan doen. Ik uh, vind het wel heel belangrijk. Uh, ja, we zijn er nu echt mee bezig. Van ja, ga je een zakgeld geven, wel of niet, of hoe ga je dat precies doen? Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar jou. Naar uh, je boek en welke tips daarin uh, in staan. En ook het stukje, stukje erven. Ja, je wil wel dat ze een goede toekomst hebben en dat uh, nadat je er niet meer bent, uh, dat, dat ze een goed leven hebben. Alleen belangrijkste vind ik wel dat ze beseffen dat het uh, ja, papa en mama ook niet is komen aanwaaien. Dat we de, uh, hoe, het, hoe, het, hoe het werkt. Hoe ja, dat, dat, dat je ze leert hoe hè? Ja. Als je er nog bent. Daar, daar wil ik ze echt in, in meenemen. Dus wat jij doet met dat, met dat flyeren en dat ze mee mogen beleggen in die panden. Ik bedoel, ja, jullie hadden ook kunnen zeggen als ouder van, uh, jullie mee beleggen. Nee joh, daar zijn jullie veel te jong voor, gaan we niet doen. Uh, maar in plaats daarvan hebben jullie ervoor gekozen om een manier te vinden om de, hun ja. daar onderdeel van te maken. En dat ze daarbij betrokken zijn en, en enthousiast over worden. En... Eigenlijk alles wat ze vragen kan, hè? dat is eigenlijk ook. Alles, in, in theorie kan alles wat, wat we bedenken in ons brein. Ja, ik denk dat, dat wij als volwassenen hebben gezegd, van, nee, dat soort dingen kan pas na je 18 Met ja. 18 jaar dan ben je daar pas ja. uh, klaar voor. Nou ja, de ene ja. is daar sowieso veel sneller in dan de ander. En... Mijn zoontje van 11 vraagt nu van, zullen we een keer naar de Five Nights at Freddy's Pizzeria in Amerika? <laughs> en dat vind ik zo'n mooie vraag. <laughs> en dan denk ik van, oh eigenlijk moet ik het doen. Het feit dat hij dat vraagt, dat hij dus denkt dat dat een mogelijkheid is, dat vind ik echt heel mooi. Ja, nou ja, goed, daarin laat je wel zien dat je nou ja, dat de mogelijkheden. Ja, ja. Ik maak altijd mini-vakanties met ze en dan probeer ik ook dat ze de, zien dat de wereld groter is en dat er meer culturen zijn en mensen anders leven. En... Ja. ja, vind ik heel verrijkend. Ja, ja maar mijn vraag over, de, sorry, over de, het erven is omdat je ziet ook heel vermogende mensen die heel bewust hun kinderen zo min mogelijk nalaten. Ik vind dat daar wel iets voor valt te zeggen. Ja, nou zo heb ik er niet uh, naar gekeken of, nee. of over nagedacht. Maar ik wil vooral dat ze het uh, begrijpen. En ik wil graag dat ze ook teruggeven aan de aan de aan de wereld. En niet alleen aan zichzelf denken. Niet alleen maar meer, meer, meer. en, en uh, ja, Ik zou het leuk vinden als wat we opgebouwd hebben, als ze daar goed voor zorgen. En het misschien ook weer doorgeven aan hun ja. kinderen. Hè. Dan heb je het alweer over nou, een stukje generatie, uh, nee. rijkdom wel volgens mij de, ze zeggen altijd de eerste generatie bouwt het op, de tweede beheert het Dat heb de ik derde. hier ook ingeschreven, dus de dat is een groot gekloten. risico. Ja, uh, dat vind ik het risico. Ja, maar dat is denk ik wel ook, uh, nou ja, onze verantwoordelijkheid om dat dan op een juiste manier door te geven. Kijken, ja. meer dan dat kan je ook niet doen. Nee, dus uiteindelijk, uh, ja, kan je veel, veel daarin meenemen, handvatten geven en zo, maar uiteindelijk moeten zij dat wel ook zelf natuurlijk oppakken. Uh, dus. Uh, en ik vind wel ook dat we misschien een beetje doorschieten in het. in veel buitenlandse um, culturen. is het heel gebruikelijk dat de kinderen zorgen voor de ouders. Dat is een van de redenen. sterk nog dat veel mensen kind, kinderen nemen. omdat ze dan weten dat als ze op een oudere leeftijd zijn. dat er voor hun gezorgd wordt. Alleen als ik hier in Nederland wel eens kijk. Dan hoe. tot welke leeftijd ouders nu zorg dragen voor hun kinderen. vroeger mocht je blij zijn als je ouders nog je, je rijbewijs gaven. Nou ja, tegenwoordig wordt uh, de studie en de kamer en alles betaald. En wordt je geholpen uh, als je ouders het kunnen. He, dat is niet voor iedereen weggelegd bij uh, je eerste huis. Of wonen sommige jongeren tot hun dertigste. Uh, soms uit nood, omdat er geen huisvesting is. Maar soms ook uit ja. gemak. Uh, nog bij hun ouders, weet je ja. wel. Dat ik denk van ja, oké, okay, maar ergens moet het ook wel ophouden, weet je wel. Of is de erfenis van de ouders al uitgegeven. voor, de, Terwijl de ouders gewoon nog... Leven. Ja, het is niet zo dat je, daar, dat je dat kan claimen als kind, of dat je daar dat dat een, een feit is dat je daar recht op hebt, of zo. Nee, nee exact. Dus dat vind ik wel bijzonder. Ja, ja en, en, en je ziet ook in Nederland hoeveel jongeren maximaal lenen van de overheid om een masterstudie te doen, die vervolgens minder gaat verdienen dan een MBO-opleiding. Ja, die groep is zo groot en die is ook zo schrijnend, die bouwt een mega schuld op, die gaat het in leven lang. Met regulier werk, waarvoor ze gestudeerd hebben, niet meer, uh, niet meer terugverdienen. Nou ja. Nou ja, je, je, je blijft en je begint je, je leven meteen met de achterstand. Ja. Dus je bent klaar met je studie, ja. dus je hebt wel veel kennis. Maar die denken van ja, dat ga ik makkelijk terugverdienen. Als je advocaat wordt of arts, dan zal het ook zo zijn. Ja. Maar voor die mensen die misschien, uh, ja, voorbeeld is altijd, uh, misschien cultuurwetenschappen of, of iets in de in de of geschiedenis, archeologie, Ja, Dat is nog maar de vraag dan. Ja. De kans is veel groter dat het helemaal niet. Uh, Nee, je, je moet nog huis kopen. Je moet je studieschuld afbetalen. Die studieschuld heeft een invloed ook op de hypotheek die je kan krijgen voor dat huis. Ja. Um, nou, ik, uh, ik, ik vond het interessant om te horen dat er ook studenten zijn. En eerst dacht ik, oh, dat is wel heel risicovol om met het geld ja. van DUO te ja. gaan beleggen. Ja, creatief. Um, maar wel creatief. Ja. Je van, uh, moet je wel mee oppassen natuurlijk. Het ja. is geen financieel advies. Nee. Maar, uh, <laughs> ja, ja dat, dat vind ik wel Ja. Ja. Hey Jennifer, we zouden nog wel uren ja. door kunnen praten. Volgens mij over de jeugd en over financiën en, en erfen en zo, maar die tijd uh, die hebben we helaas niet. Er is nog één ding waar ik even terug, uh, kort op terug wil komen, want die heb ik verteld in de intro en daar hebben we het nog niet over gehad. En dat is uh, nou ja, wat er op je 29ste oh. gebeurd is en waarom dat zo'n uh, zo wake-up call uh, voor je was, of een kras op je ziel, zoals jij het noemde. Ja. Ja, 29e kreeg ik uh, mijn dochter en werd ik uh, teamleider, docent vanuit docentrol. Ik werd teamleider van mijn eigen team. En ik heb dat uh, niet goed aangepakt. Als ik terugkijk, was ik me toen niet van bewust. Ik werkte heel hard. En uh, ik zat voor in de trein, bij wijze van spreken. Ik communiceerde onvoldoende, was onvoldoende in verbinding met de mensen, Had dat, was me daar totaal niet bewust van. Daar ontstond een conflict. En. Uh, dat heb ik echt, dat heeft echt zeer gedaan. Daar ben ik wel even diep gegaan. Um, daar heb ik coaching gekregen en dat heeft me wel hele mooie inzichten. Daar heb ik hele mooie inzichten van gekregen. En daar heb ik mezelf ook veel beter door leren kennen. Dus achteraf ben ik dankbaar voor. Was het nodig? Op dat moment. Op dat moment zelf was het echt uh, ingewikkeld. Piekeren, niet slapen, ongezond. Ja. ja. Weten we dat ook weer? Anders dan, uh, kunnen mensen niet uh, denken van ja, wat was dat nou? Nee, ja, precies. Ja. Ja. En nog één ding, want u zei, um, ja, we, we graag hebben over vastgoedbeleggen. Maar ja. ik ga niet vertellen hoeveel panden ik heb. Want daar zijn mensen natuurlijk ook uh, nieuwsgierig naar. Um, wat is dat toch in, in Nederland dat we zo moeilijk over dat soort dingen Jammer, praten heen? en over salaris ja. en over. Ja, hoeveel bezit je hebt... of terwijl je er gewoon keihard voor uh, gewerkt hebt. Ik zou er heel graag heel trots op willen zijn... en het heel hard willen roepen. Ja. Maar dat... Uh, Zal ik maar doen dan? Dat gaat helaas Ik weet het wel. Nee. 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 Ik ben er wel heel trots op. Ja. En dat ja. kan je ook zijn. Dus uh, ik hoop toch dat we met z'n allen in Nederland... Uh, in Amerika zeggen ze toch... Mysterieus. wat is je netto waarde? Ja. Dat is heel normaal, hè? Schijnt... Ik heb het nog met een Amerikaan Ja, dat is good for you. Good for you. Ja. En hier is het toch van... Terwijl iedereen er wel mee bezig is. Iedereen heeft wel ambitie of veel mensen om geld te verdienen ja. om succesvol wat er ja. dan ook is, te zijn als ondernemer. Of... Maar het wordt hier puur gebruikt om jezelf af te zetten tegenover iemand anders. Dus Ja, je bent. Ja, doordat jij meer panden hebt dan uh, de gemiddelde Nederlander, maakt je niet beter of minder goed of wat dan ook dan. Uh. Zeker niet. Nou ja, er is nog uh, genoeg uh, werk aan de winkel, denk ik, op dat uh, gebied. Um, hey, je bent zo attent om uh, een uh, boekenlijst uh, van jezelf uh, weg te geven. En een, um, een artikel. artikel ja. Over ieder uh, kind een financieel vrije, vrije toekomst. Ja, kunnen mensen downloaden via jouw website. Kunnen ik. mensen downloaden inderdaad uh, via de website van de podcast. Zo word je steenrijk.nl schuine-f en die staat voor Financial Parenting dus uh, nou, een hele korte uh, URL zo word je steenrijk.nl schijnenstreep fp en dan uh, kan je dat uh, artikel krijgen en uh, de boekenlijst op die boekenlijst daar staan een, uh, nou, tips van ja, jou 10, over 10, 12 boeken uh, met een korte omschrijving wat het mij heeft gebracht ja. over, uh, maar alle boeken gaan over uh, financiën beleggen of ook een uh, stukje mindset ja, ja die drie die drie? Ja, dan heb je het gelijk wel ongeveer, uh, ja. Hoppa. Ja, klopt. Top. Nou, ik weet zeker dat uh, veel mensen die graag gaan, uh, gaan downloaden. Dankjewel voor je tijd. Jij ja, heel uh, erg bedankt. Uh, je aanwezigheid. Hartstikke leuk. En het delen van je kennis. Was het spannend? Viel het mee? Viel mee. <laughs> Viel mee. De comfortzone weer een stukje Ja, gegroeid. nee, gewoon leuk gesprek. Hartstikke. Ja, top. Ja, dankjewel. Nou, jullie bedankt uh, voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, heel erg graag tot de volgende aflevering. Super leuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hier achter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word je Steenrijk.